is eigenlijk vanuit het programma Meedoen Werkt gezocht naar projecten, experimenten die iets kunnen toevoegen aan het verbeteren van de samenwerking in de keten om mensen maximaal mee te laten doen in Amsterdam. Wat je vaak ziet is dat participatie en de wegen naar werk, dat die elkaar kunnen bijten. Dus dat mensen van participatie denken dat werk veel te zwaar is of dat het niet kan of dat het niet goed is. En ik denk dat dat de kunst is om het los van elkaar te laten bestaan. Ik denk dat participatie prima is en dan vind ik de gemeente Amsterdam dan ook wel weer heel goed in. Die zegt, voor ons is het belangrijk dat mensen ertoe doen, ook in participatie. Maar dat je niet de wegen afsluit voor mensen die een werkwens hebben, dat die ook in traject worden genomen. Werkers dichtbij dat je denkt heeft een heel groot netwerk opgeleverd. Het heeft een bepaalde methodiek opgeleverd, een werkwijze, waarin dat netwerk elkaar ontmoet. En waardoor mensen via dat netwerk eigenlijk aan het werk kunnen geraken. Het heeft denk ik ook een bewustzijn op gang gebracht. Van dat het eigenlijk voor iedereen is werk dichterbij dan je denkt. We zijn met een landelijke werkgeversclub, VNO-NCW, AWVN. Zijn we bezig om te kijken of we samen met GGZ-instellingen en gemeentes in een aantal regio's met een groep werkgevers eens kunnen kijken van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk helpen. Wat betekent dat nou en hoe organiseren we dat nou op een hele effectieve en efficiënte manier? Nou ja, kijk, werkgevers denken niet aan cliënten, die denken aan werknemers natuurlijk. En die kijken altijd naar wat kan iemand en wat wil iemand. En wat iemand mankeert is voor een werkgever in eerste instantie niet interessant. Die wil kijken, wat heb ik aan jou? Dus werkgevers heb je ook in alle soorten en maten. En zorg dat je een cliënt, om ze nog maar even zo te noemen, niet over de schutting gooit. Maar dat je ook met een werkgever kijkt, goh, hoe pakken we het aan? Waar kan ik je bij helpen? En als je me nodig hebt, dit is mijn telefoonnummer, bel me op. Zodat we er samen voor zorgen dat iemand uiteindelijk duurzaam aan het werk komt. Als cliëntenraad is ons uitgangspunt, werk is herstelbevorderend en empowerend. Want dat zien we. En wat wij ook heel veel hebben gezien, ook uit eigen ervaring, is dat mensen niet worden aangesproken op hun talenten en op hun mogelijkheden, maar eigenlijk alleen maar worden gezien in het kader van hun ziekte. En als er iets niet empowerend is, dan is het dat laatste wel. En we zien ook echt die omslag aan het gebeuren, niet alleen maar binnen de GGZ, maar in de samenleving als geheel, dat mensen niet aangesproken worden op wat ze niet kunnen, maar juist op wat ze wel kunnen. Het hele fenomeen inclusieve arbeidsorganisatie is natuurlijk heel belangrijk, want wij willen graag dat mensen met een beperking regulier aan de bak gaan bij een reguliere werkgever. Wij proberen werkgevers ervan te overtuigen dat zij hun functiegebouw in feite gaan omgooien om te zorgen dat er structureel binnen teams plek komt voor mensen met een beperking. Arbeid als medicijn. Ik bedoel daarmee dat ik heb willen laten zien in mijn lezing hoe betaalde arbeid heel goed kan bijdragen bij het herstel van mensen met een psychische aandoening. En dat het ze juist helpt om juist beter te worden. En niet zoals men bijvoorbeeld jarenlang dacht, en soms misschien nog steeds wel eens denkt, dat betaald werk misschien juist gevaarlijk kan zijn of juist stressverhogend, of dat mensen dat misschien niet eens kunnen. Wat uit onderzoek ook is gebleken, dat juist het hebben van betaald werk extra juist bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Omdat ze hebben dan vaak meer geld tot hun beschikking. En dat doet ook wel wat met je zelfbeeld. Ja, het zijn eigenlijk twee dingen die onze erfenis zijn, denk ik. Dat is de mix- en matchmarkt. En ja, die kans is toch wel heel erg groot dat die gewoon doorgaat de komende jaren. Maar daarnaast is de samenwerking tussen alle partijen en ook het gewoon bij elkaar over de vloer langskomen, samen gewoon in contact blijven. En daar zou het nog wel flink uitgetrokken moeten worden, denken we. De ingrediënt van de mix-and-match-work was eigenlijk laagdrempelig, energie, mensen willen kennen, focus, inspirerend, informatief en verbindend. Ik denk dat ik het meest unieke moment vond, een van de mix-and-match-markten waar cliënten zichzelf mochten pitchen. Dacht ik, wow, dat is nog best wel even een stap. En die stonden daar gewoon zichzelf helemaal mooi over het voetlicht te krijgen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt inspirerend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar opzoekt. Vanuit de gemeente, vanuit de hulpverlening, zoek werkgevers op. Verklein je eigen afstand tot de arbeidsmarkt, zeg ik wel eens, door te snappen wat vragen werkgevers. Ga met werkgevers in gesprek, laat zien wat de mogelijkheden zijn. En er zijn genoeg werkgevers die bereid zijn, enthousiast zijn.
om gewoon aan de slag te gaan. En neem het ook maar voor lief dat je een risico neemt dat iets een keer niet goed gaat, all in the game, maar ga het gewoon doen. Over de afgelopen 2 jaar is het toch wel heel veel in beweging gezet. Of het nou alleen door ons gedaan is, tuurlijk niet. Er zijn ook andere partijen ook heel erg mee bezig. Maar er is meer oog voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Er is meer oog voor werk. Er is meer oog voor gewoon normaal doen. Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar je moet er wel allemaal even aan gaan staan en met elkaar buffelen. En gewoon even nadenken van wat is er nou eigenlijk nodig als je gewoon bedenkt. Simpel, begin bij die cliënt, deelnemer, werknemer, hoe je die persoon ook maar noemt. Begin daarbij, die wil werken. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn. En het is niet zo moeilijk. Bent u tevreden? Ja, ik vind het heel geslaagd. Zeker. Ja.